Aquarius, klankmeditatie, rijkdom scheppen. Ga gemakkelijk zitten. Zet je voeten stevig op de grond en sluit je ogen. Ontspan en word innerlijk stil. De bedoeling van Gods schepping is dat je alle voorstelbare geluk hebt. Als jij je ervan kunt overtuigen dat al het goede er ook voor jou is, is er ruimte voor vertrouwen. Maar wantrouwen en ongeloof vormen een slechte basis voor vertrouwen en geloof. Als alle energie die je nu gebruikt om je omgeving naar je hand te zetten, gebruikt zou worden om echt te geloven in de overvloed van het leven en in de rijkdom die je leven zou kunnen hebben, zou je inderdaad zo'n rijk leven kunnen scheppen.
het verbergen van je gebrek aan geloof, je wantrouwen, je negatieve visie en vervolgens het verbergen van de middelen die je gebruikt om dat te overwinnen, kost waardevolle, in essentie creatieve energie. De sleutel die je moet leren is in vertrouwen loslaten. Met deze houding is er geen druk, geen angst en geen twijfel. Alleen maar een diep vertrouwen in de goedheid van het universum en in de mogelijkheid dat je het allerbeste kunt krijgen. Het allerbeste op alle bestaansniveaus. Het open energiesysteem waarmee jij zeker vervulling en rijkdom kunt creëren, vraagt van je dat jij je innerlijke rijkdom ontdekt. Je moet eerst rijk worden. Het open energiesysteem dat de rijkdom schept, die van binnenuit en van buitenaf in je stroomt, moet voortkomen uit je eigen rijkdom, die nu verlies kan lijden, die de tijdelijke pijn kan verdragen om de echte belemmering van de onvervulde behoefte te ontdekken en die door een verandering van innerlijke houding tenslotte kan opruimen.
Op die manier kun je rijkdom uit armoede scheppen. Waar jij je rijk voelt, zul je altijd rijk zijn, omdat je ook een gevende en eerlijke houding moet hebben. Maar waar jij je arm voelt, zul je arm blijven, totdat je innerlijke rijkdom schept door te geven en eerlijk te zijn. De rijkdom die nodig is om te kunnen bestaan in een open energiesysteem, waarin mensen, liefde, rijkdom en het universum vrijelijk naar je toe komen, kun je alleen creëren wanneer je net zo royaal geeft als je wilt ontvangen. Je schept rijkdom en een open energiesysteem als je ziet hoe je eisen je vervulling onmogelijk maken en als je ziet dat je eisen en je gespannen inhouden een belediging voor het universum zijn.
De eis zegt, ik geloof dat ik alleen maar iets kan krijgen door dwang, druk, bedrog en manipulatie. Je moet eerst de innerlijke houding creëren, waarin je het niet hebben goedschiks accepteert en toch, of juist daardoor, je innerlijke rijkdom voelt. Het vermogen om het te kunnen stellen zonder wat je wilt, verhoogt je zelfrespect en je integriteit, en dit zal je innerlijk gaan verrijken vanuit je eigen bronnen. Visualiseer voor nog 5 minuten dat je rijkdom schept en kom dan langzaam terug. Dankjewel.